Wat doen de aanslagen in Parijs met de inwoners van Arnhem? We gingen de straat op en vroegen het aan de Arnhemmers. De aanslagen zijn natuurlijk in Parijs geweest. Nou is Amsterdam ook een plek waar een aanslag gepleegd kan worden. Wordt u daar nu bang van? Nou, niet erg bang, maar wel onrustig. Het is natuurlijk, wij zijn die aanslagen niet gewend. En het is niet kinderachtig wat ze doen. De onschuldigen zijn het slachtoffer door een of andere geloofsoorlog, laten we het zo maar noemen. Ja, ik ben heel erg bang daarvoor. Ja, het kan maar zo, waarom in Parijs en waarom niet hier? Dat vind ik wel een angstig gevoel. Nee, ik word er niet echt bang van, nee. Ja, nou in principe kan natuurlijk overal een aanslag plaatsvinden, ook in Amsterdam. Dat zijn onberekenbare figuren die zoiets doen. Dus ja, in principe kan het overal. Nou, echt bang word ik er niet van, maar het blijft een risico natuurlijk. Hè. Net wat ik ook al zei, het kan in Amsterdam, het kan in Arnhem, het kan in Den Haag. Ja, er blijven altijd zulke soort mensen toch rondlopen die op een of andere manier iets willen beginnen. Dus een angstgevoel blijft altijd wel een beetje houden. Ik vind het verschrikkelijk dat zoiets moet gebeuren. Kijk, het moet zo zijn dat we, wat voor kleur of wat voor ras of wat voor geloof je eigenlijk ook hebt, dat dat allemaal samen moet kunnen gaan. En dat is ook het belangrijkste. Maar ja, goed, er lopen altijd een paar rond die dat doen. Maar het gevaarlijke daarvan is, ze komen als eenling. En dat is haast niet te controleren. Dat is juist het erge daarvan. En bent u ook bang dat het naar Arnhem komt? Ja, waarom niet? Amsterdam-Arnhem is niet zo gek. Uurtje rijden. Maar ja, ik weet niet precies wat de aardigheid ervan is. Om mensen zo in paniek te brengen. Nou, niet zomaar. Ja, het komt steeds dichterbij. En dat is wel een nare gevoel, ja. Ja, dan wel. Als het dichterbij komt, voel je dat wel natuurlijk. Maar voor de rest, het is overal een risico, vind ik. Ik zou niet weten waarom niet. Ja, ik bedoel, hoeft maar een gek rond te lopen hier. Dit is een hele mooie plek ervoor, om maar zo te zeggen. Dus als er een gek rondloopt die dat wil doen, ja. Niemand wordt hier gefouilleerd, bij wijze van spreken. En ik heb ook niemand zien staan beneden bij de garage, bij de parkeerplaats met een mitrailleur om de zaak in de gaten te houden. Dus overal kan het. Maar ik ga nog wel steeds gerust naar buiten, hoor. Dat nog wel. Dus ik hoef dus nog niet te zeggen van, oh god, zal er vanavond wat gebeuren of zo. Maar het kan. Nee, bang ben ik niet. Nee, ik ben totaal niet bang. En vertrouwt u de mensen om u heen nog wel? Jawel, het zou toch erg zijn als ik de mensen niet meer vertrouw. Jawel. Ja, als je dat niet meer hebt, dan kun je nergens meer naartoe. Ja, tuurlijk. Jawel, dat wel. Tuurlijk. Jawel, die vertrouw ik wel. Die vertrouw ik wel. Maar ik ben wel alert. Dus ik heb gauw genoeg in de gaten van, jongens, hier is iets aan de hand wat niet koosjer is, om maar zo te zeggen. Ja hoor, ik vertrouw de mensen wel om me heen. Ja. Ja. Ja, ik vertrouw iedereen.